In plaats van file rijden richting de IKEA, lijkt het in Beersen bij de kerstwandeling wel file wandelen. Het is druk in het bos, maar dat mag de pret niet drukken. Eerlijk een wandeling maken in het bos en is gewoon lekker genieten. Het is heel erg druk, maar ik verbaas mij niet, want het weer dat is bijzonder mooi vandaag. U gaat ook liever tweede kerstdag even weer naar buiten? Ja, een en al natuur, daar ben ik liefhebber van, absoluut. Ja, nee, woonboulevards, winkels en dat soort dingen is aan mij niet besteed. Wij vinden een beetje Kalverstraat lopen. Ja, klein beetje wel, maar toch wel genieten zo'n tweede kerstdag? Ja, heel erg, ja. De wandeling wordt door de plaatselijke muziekvereniging samen met Landschap Overijssel georganiseerd. En dat is een geweldig succes. Inderdaad, dat kunt u wel stellen. We hebben natuurlijk ook geluk met het weer. Het is mooi droog. Dus perfect, beter kan niet. Ja, en de mensen zijn ook allemaal een beetje uitgelaten stemming, heb ik het idee. Dat klopt, ja. Allemaal heel enthousiast en veel positieve reacties al. Is het niet te druk, want ik liep net een stuk mee. Of kan het wel? Het kan wel. Andere jaren zorgen ze ook gewoon inderdaad dat op de route voldoende ruimte is. En mensen lopen achter elkaar aan, dus het komt altijd wel goed. Het loopt vanzelf. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om op tweede kerstdag te gaan wandelen. Heerlijk, heerlijk. Na de eerste kerstdag is het heerlijk om buiten te zijn. En na eerste kerstdag misschien toch even een stukje beenham te veel gegeten, even lopen? Inderdaad, ja. Even relaxen, resetten, dat geëerd. En als de midwinterhoornblazers de wandelaars ook nog eens welkom heten, kan de dag voor veel mensen niet meer stuk.